Gillian, die komt hier even op tafel zetten wat jij één dag tot je moet nemen. Wow. Want bodybuilden, dat is trainen. Ja. Maar dat doe je niet eens zo heel veel. Nee, dat valt eigenlijk nog wel mee. Want hoeveel train je? Dus 1,5 uur per dag. Ja. En dan ongeveer 6 keer per week. Ja. Dat is de training. Nou, dat vind ik dus bizar als ik naar je kijk. Dat valt me enorm mee wat je moet doen. Maar wat jij moet eten... Ja, het is dus vooral dit... Ja. Dag in, dag, dag in, dag uit. Kijk, maar dit is één dag, hè? Deze kipstapel. Dit is één dag. En dan moet ik wel zeggen, dit zouden 6 maaltijden zijn... die allemaal hetzelfde zouden zijn. Ja. En ik hou er wel meer van om variatie. Koken is een van mijn passies. Oké, gelukkig. Dus ik denk, 1 à 2 maaltijden zouden ongeveer zo zijn. Natuurlijk minder groot dan dit allemaal. Ja. Maar dan heb je ook nog andere groentes, andere eiwitbronnen... zoals vis of biefstuk bijvoorbeeld, kruiden die ik gebruik. Ja. Bijvoorbeeld deze rijst die je hier ziet... Ja, dat is een flinke hoop witte rijst. Dat ziet niet echt aantrekkelijk uit. Nee. Dus ik gebruik ook kruiden zoals kurkuma, waardoor je echt die golden rice krijgt. Omdat jij zoveel moet eten, maak je er ook wel echt iets van. Ja, dat precies. Maar als jij sport en eet, dat moet je dus doen om te worden zoals jij. Ja. En? Wat meer? Heel veel supplementen gebruiken ook, die erbij komen Durf kijken. Je dat te zeggen met de staatssecretaris of de minister aan tafel? Als ze niet op de lijst staan. Nee. Eigen gebruik is legaal in Nederland, voor dat soort dingen. Ja. Maar, ze staan wel op de lijst, geloof ik. Maar wat vooral belangrijk is, de fundering blijft altijd training. Anders heb je geen stimulans voor spiergroei, anders gebeurt er sowieso niks. Nee. En de voeding, want als je te weinig eet, dan kan je ook niet aankomen. Nee. Dus die twee dingen moeten al perfect zijn. En dan nog de rust, het herstel, de slaap moet allemaal... Die is net zo belangrijk, hè? Ja. Toch, het is een soort driepoot. Je moet net zo goed op die bank gaan liggen... en dan ben je jezelf een wonder in de spiegel misschien. Nou ja, per bodybuilder is dat verschillend. Ja. Maar inderdaad, ik zeg net, we hebben het net over de 1,5 uur per dag trainen. Ja, de rest doe je eigenlijk niet zo actief. Nee, ik wil heel even weten hoe dit ooit ontstaan is. Want wij zien jou hier op de wand, hè? En links ben jij, Wesley, deze jongen... Om het even poëtisch te zitten, zit nog ergens in jou? Hè, die kleine, die linker, of niet? Ja, hoe oud ben je daar, denk je? 14 ben ik daar. Dan ben je 14, dan ben je aan de gang gegaan op een gegeven moment met trainen. Ja. Was je in die middelste foto al van plan om zo enorm gigantisch te worden zoals je nu bent? Het is er eigenlijk letterlijk en figuurlijk ingegroeid. Ja. je bent bezig en gaandeweg maak je progressie. Ja. Wat bodybuilding leuk maakt voor mij, is de progressie. Waar je uiteindelijk eindigt, dat weet je niet van tevoren. Maar je hoopt wel ooit op het podium te komen te staan. Maar op dat moment eigenlijk nog niet eens. Het ging mij meer om, ik ga naar de sportschool... en ik word iedere keer sterker, ik word groter. Mm-hmm. En dan had je als die jongen behoefte om groter te worden... om wat voor reden dan ook? Of was het gewoon ijdel lekker sporten? Of dacht je, ik wil me een beetje wapenen met een groot lijf? Want ik begrijp, jij hoeft nergens meer bang voor te zijn. Nee. Wie jij tegenkomt op straat, die krijgt een beuk en je loopt gewoon... Toch? Je voelt je wel zelfverzekerd inderdaad. Dat begrijp ik. Want vooral ook in Las Vegas waar ik geweest ben... als je daar in de nacht buiten loopt, dat voelt niet echt veilig. Maar als ik daar loop, dan denk ik wel dat de meeste mensen niet zomaar iets zouden doen. Geef je portemonnee. Ja, precies. Gast. Ik heb ook 2 guns bij dan natuurlijk. Maar, maar op dat moment... dacht ik nog niet aan het fysiek hebben wat ik nu heb. Nee. Maar iedere keer. Maar had je een soort zelfvertrouwen verder. Nodig daar? Wilde je fysiek sterker worden ook om die reden? Mijn vader was altijd groot en sterk. Oh, ik heb heel veel voorbeelden gehad die dat waren. En ik associeerde eigenlijk groot en sterk met de held zijn. Oftewel, er komt altijd iets goeds uit. Alle films die je keek, ook van Arnold, Sylvester Stallone, die wonnen altijd. Ja. Ook de cartoons, X-Men, Superman. Altijd een gespierde man. Mm-hmm. En dat vond ik gewoon heel leuk om te zien. En ik vond dat gewoon aantrekkelijk op zo'n manier. Ja. Van dat wil ik ook gewoon zijn. Ja.